Goeiemorgen, Matrix. Ek is blij jy het moeite gedoen om vandaag op een vrijdag my laatste klas van rekeningkunde in die tyd van COVID by te woon. Het is met een tikje hartseer dat ons vandag uit mekaar uitgaan, maar ek hoop ek sien jou maandag in my rekklas wanneer normaalweg school kan voortgaan. Dankie vir jou moeite wat jy gedoen het, ek waardeer het. Ons gaan vandag aangaan met vervaardiging in die tyd van COVID. Askies, my laaste grappie. Wat noem jy haasie wat graag na ander land toe wil gaan? Immigrasie. O ja, en dan die land wat ons gaan besoek, het ek het goed gedink om vandag te dink aan een land in Amerika wat baie, baie bekend is. Die van julle wat heel tyd voor die TV deurgebring het, sal precies weet van wat se dorpie ons vandag in Amerika gaan besoek. Daar is een jong man wat daar rondhang, wat effens geel van kleur is, en wat wereldwijd beroemd is. Goed, ons gaan vandag aan met opdracht 13.4. Ek en jy het reeds in die vorige video weer al die transacties gegaan, en toe het ek en jy heen gegaan en ons eerste drie notas gedoen. Vandaag gaan ons hierdie drie notas vat, en ons gaan het oorplaas na my produksiekoste staat. As ons begin, was my directe grondstof in die vorige video op 246.000 rand. En net so het ons gaan bepaal dat my directe arbeid 260.400 rand. In totaal gee dit vir my een directe vervaardigingskoste van 506.400 rand. Nou is ek klaar met my eerste twee notas. Klaar met my eerste twee notas. Innovasie. Haha, wat doen jy haasie met 'n plan? Innovasie. Goed, fabrieksboekoste, ek en jy uitgewerk, 208.000. En dit los my totale vervaardigingskoste op 714.600 rand. Al wat ek nou kort, slaar van die woordag, is wat is my goedere in bewerking van begin en die einde van my jaar. Hulle sê vir my dat die vraag begin, my goedere in bewerking aan die begin van die jaar, 120.000, en my goedere in bewerking aan die einde van die jaar, slechts 41.000 rand. Dit wil sê, in my fabriek, het ek begin met 120.000 randse items, wat half vervaardig was. En in die einde van die jaar het ek geëindig met 41.000 randse items wat half vervaardig was. As ek nou my somme gaan doen, gee dit vir my 834.600 minus 41.000, dit gee vir my 793.600 rand wat die produksiekoste van my klaarprodukte is. Nou beweeg ek na my vierde nota toe. Hoekom my vierde nota? Want as ek en jy begin, en ons gaan kyk na my inkomste staat, het ek nodig om te gaan bereken, wat was my koste van verkoop? Nou sê ek reg, om my koste van verkoop te bereken, gebruik ek die nota van koste van verkoop van klaarprodukte. Goed, my beginvoorraad, van my klaarprodukte, begin die vraagie en sê is 308.040 rand. Nou tel ek by, wat is die koste van my klaarprodukte wat ek vervaardig het? En daar sê ek my produksiekoste van my klaarprodukte het beloop 793.600 rand.
Daai twee by mekaar getel, gee vir my 1 miljoen 101.000. Wag 'n bietjie, 1 miljoen 100 nee, 1 miljoen 101.640 rand. Om nou te gaan uitwerk hoeveel ek verkoop het, gaan ek dood eenvoudig en van die slotvoorraad van my klaarprodukte 51.800 en van en dit sê vir my dat dit wat ek verkoop het gedurende die jaar se kosprys was 1.049.840. Weer eens, begin voorraad plus wat ek vervaardig het minus my slotvoorraad 51.800 gee vir my die koste van dit wat ek verkoop het 1.049.840. Hierdie gegevens draag nou weer oor na my inkomste staat. Ek en jy het in nota 4 nou net gesê dat my koste van verkope het beloop 1.049.840. Die vorm van die inkomste staat van vervaardiging lyk altyd dieselfde. Baie eenvoudig. Verkope min koste van verkope bruto wins min ander kostes slegs 2 admin koste en verkoops- en verspreidingskoste om dan my netto wins te kry. Goed, ek word my verkope en my verkope het begin dit wat hulle vir my gesê het, dit was 1 miljoen 500.000 rand. Onthou, koste van verkope moet geminus word. Moenie in jou oorhaastigheid ontslae te maak, vergeet om dit te min. My bruto wins 450.160. Wat moet ek nou nodig? Ek het nou nodig kom ons al sonder nou die produksiekoste. Ek het nou nodig adminkoste en verkoops- en verspreidingskoste. En dit word net so vir my gegee. My totale administrasiekoste 82.040 en my verkoops- en verspreidingskoste 125.120 rand. Daai twee by mekaar getel, sê laat my totale ander koste wat ek moet bied is 207.160 rand beloop. En dit veroorsaak dan nou dat my netto wins uitkom op 'n bedrag hier van 243.000 rand. Pragtige ronde bedrag. Goed. Wat nou hierdie vraagie bietjie anders maak aan die einde, is laat hulle 3 ekstra dingetjies vra. Hulle vra wat is my eenheidskoste per eenheid, my verkoopprys per eenheid en dan my winsopslag per eenheid. Goed. My eenheidskoste per eenheid is my produksiekoste. Om my produksiekoste te kry, moet ek teruggaan na die ding wat ek nou net afgestuur het. So byt bietjie vas. Ek en jy het gesê, my koste van my produksie in my produksiekoste staat 793.600. Onthou dit belangrik om te let op die volgende. Hoeveel eenhede het ek vervaardig? En as ek gaan kyk na my vraagie, dan sê my vraagie, ek het vervaardig
Eerder 3200 in pakken. En dit los my dan nou sy eenheidskoste per eenheid R241.95. Die volgende ding wat hulle vir my vra is, waarteen verkoop ek my eenhede? Wat is my verkoopprys per eenhede? Ek begin met my verkope R1.500.000. My eenhede wat ek verkoop het, belangrik, pas op vir die foutjie wat ons maak om die vervaardigde eenhede heen te skryf. Ek het verkoop, aan begin van my vraag het ek en jy gesê, ek het verkoop 4000 eenhede. En ons het al oor gesels dat dit wat ek verkoop het, meer is wat ek vervaardig het, want ek het begin met voorraad wat oor was aan die begin van die jaar. So my eenhede verkoop, is 4000 eenhede, en gevolglik is my verkoopprys per eenheid R375. Die laaste ding wat ons gaan hanteer, is waar hulle vra, wat is my winsopslag per eenheid? Heel eerstens, mense, begin ek om my wins per eenheid te gaan bereken. Om my wins per eenheid te gaan bereken, vat ek my verkoopprys en ek minus my eenheidskoste, of wat het my gekos het om een eenheid te vervaardig. Ek gaan het sommer nie langsam. So ek sê, dit is, toe dit R375 minus die R241.95 wat het my gekos het om een eenheid te vervaardig. Dit veroorsaak dat my wins per eenheid is gelyk aan R133.05. My eenheidskoste per eenheid, wat het my gekos om een eenheid te vervaardig, is R241.95. Dis 241,95. R241.95, net daarbo gekry. Belangrik, as ons praat van opslag, beteken dat ek moet onthou om te maal met 100 op 1. Gaan weer deur, my winsopslag, bereken eers my wins, verkoopprys, minus eenheidskoste, of kosprys per eenheid, geef my R133.05 se wins. Gedeel deur my koste van verkoop, of my kosprys per eenheid, my eenheidskoste, R241.95, en dit maal ek met 100 op 1, omdat hulle vra wat is my opslag. En as ek dit gaan bereken, dan kry ek dat ek 55% winsopslag gehandhaaf het. En dit bring my mense aan die einde van my laaste les in die tyd van COVID. Ek dink dit sal net gepas wees om sekere mense te bedank. Heel eerstens, nuwe era, die handboek wat ons gebruik. Baie, baie dankie dat ons julle kan gebruik om ons kinders besig te hou in die tyd van COVID. Dan my twee honde, Rocky en Tyson, dankie dat julle my so getrou ondersteun het en soeke goeie rek studente was. Julle het nooit teruggepraat nie, nooit vrae gevra nie, net daar gesit. Maar dan weer, hulle is baie soos julle ook, hulle het ook nooit hulle huiswerk gedoen. En dan dink ek, laastens moet ek my regisseuse bedank van sy Nel, my dogter, wat al hierdie klasse vir ons moontlik gemaak het. Ek hoop ek sien jou maandag daar, sodat ek en jy mekaar weer in die oë kan staar en laat ons klaar is met die aanlyn rekeningkunde in die tyd van COVID. En nou, oukies, gaan ek besoek aflê by een van die bekendste dorpe in Amerika, die huis van Bart Simpson en sy pa, Homer, Maggie, Marge, die hele familie. Ja, gaan TV toe. Ek en jy gaan besoek aflê in Springfield. Good job, man.